Hey, hey. Welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dank je wel. And today I have this cute gift bag that I can show you. Ik kan je vandaag dit leuke cadeautasje laten zien. Ik heb het gemaakt voor mijn schoonzusje. Voor haar verjaardag heb ik onder andere een stuk lekkere zeep. This is for my sister-in-law's birthday. This is a piece of soap which smells divine. Het ruikt echt goddelijk zo lekker. En ik wilde een tasje maken met kleuren die er een beetje bij pasten. And I wanted to make a bag with colors which sort of match. Now these are oranges and lemons. And I wanted orange and lemon colors. And I decided to stamp my own designer series paper. En ik heb besloten om mijn eigen designpapier te gaan stempelen. Dat gaat prima. En ik heb daarvoor de nieuwe stempelset gebruikt. Pretty Perennials. Erg mooi. New stamp set, which is incredibly beautiful. I've also made a gift box with it. Ik heb er ook een geschenkdoos mee gemaakt. Kijk eens hoe mooi. I'll show that in another video. Die laat ik je in een andere film zien. Eerst maar even laten zien wat ik verder gebruikte. First I'm going to show you what else I have used. Let me put my bag and my stamp set over there. You want a piece of Whisper White, just ordinary Whisper White, een stukje Whisper White, het gewone Whisper White, which is 11 by 7.5 inches, and all the measurements are on my blog, I don't know the centimeters right now. 11 is 28 centimeter, en dat is dan, nou goed, dat zien we dadelijk wel. You want to attach the handles, om de handvatjes vast te maken. Ik wilde dat doen op een vrij onzichtbare manier. I wanted to use a method which makes the attaching almost invisible. So I've come up with this method and I've cut 4 pieces of Whisper White, 2.5 inches by 3/4 inches. You need 2 ribbons and I just drop mine on the floor. Je hebt 2 lint nodig, dat liet je van mij net op de grond vallen. Ik heb dat ruched ribbon genomen, dat lint met ruches. Allebei 15 centimeter, 6 inches, which I'm going to attach later. This is the ribbon on the spool, dus op het rolletje. Dan doen we even netjes opruimen. Zo. En ik heb dan als inkt gebruikt Soft Seafoam, Daffodil Delight, Pumpkin Pie en Garden Green. Hier heb je dan de bloemen en de blaadjes en die stippeltjes in ertussenin and those stipples in between. So the flowers and these are the colors that I've used. The first time around I stamped on the wrong side of the paper. De eerste keer stempelde ik op de verkeerde zijde van het papier. Je moet daar stempelen, niet daar. Maar ik heb deze dus gewoon afgeknipt. Dit ga ik opnieuw gebruiken. I just cut those off and I'm going to use this for another project. And this I made a 4x4 piece which I've again, cut to a 2x4 piece, scored in half, and now you have the little gift tag. Heb je meteen een labeltje onderaan te hangen, zoals ik hier heb gedaan. See, this is the tag that I've attached. You can write a message inside. Right, first let's start with the stamping. And you do your stamping before you do any scoring. Je gaat eerst stempelen voordat je gaat rillen. Dat is belangrijk. It's important you do that. And I've lost my notes now. Here they are. Okay, the stamping. I've used the big flower and Daffodil Delight. The little flower, I have used Daffodil Delight and stamped off. The leaves and the stalk, I've used Garden Green, but the leaves I've stamped off twice. Ik heb dus de afstempelmethode gebruikt voor de kleine bloem en voor de blaadjes. Heb ik 2 keer afgestempeld en de kleine bloem 1 keer afgestempeld. Okay, let's do our stamping first of all. And I know the front of my bag is going to be round about, let me look at the model. Yeah, here. So I want to go a bit lower here. So
this is about the lowest I will go. And then I'll sort of divide my flowers. Ik ga dan de bloemen een beetje verdelen over het papier. Die kleine stempel ik dus af. Met afstempelen bedoel ik dat je dus één keer op je papier stempelt en dan pas op je papier. En ik zal de rest versneld doen. And I'm going to do the rest of my filming while I speed up. Right, that's the stamping. Dat is het stempelen. Ik ga deze even eraf halen. Ik kan het de hand nog eens een keer gebruiken. I can use that later on. And now we're going to do the scoring. Hier gaan we dan rillen. En met de lange zijde boven, with the long side top, you're going to score at 3¼. 5¼. 8½. And 10½. Dus 3¼, 5¼, 8½ en 10½. Then you turn it and with your stamped side to the right, je draait een kwartslag en met de gestempelde zijde aan de rechterkant ril je op 2 inch. There you score at 2 inches. But this is really quite a simple bag. Het is echt een heel simpel tasje. Heel geschikt voor een beginner om te maken. It's really quite suitable for a beginner to make as well. So now I'm going to fold and burnish all my score lines. Ik vouw al mijn rillijnen en ik loop ze even na met het vouwbeen. Make sure your ink is dry before you do this. Zorg ervoor dat je inkt droog is voordat je dat gaat doen. Want anders dan smeer je alles onder. Otherwise you'll smear everything. Okay, now then, the cutting. Along the bottom, you cut up straight along these lines. As far as that score line, tot aan die rillijn. En dan ga je die kleine vierkante dingen, die ga je schuin inknippen. And you're going to wedge those two parts. And this one can go entirely. Deze gaat er helemaal af. En hierboven knip ik ook een beetje schuin in. And I'm also wedging there at the top. Okay, I'll put that one back so that you can see what I'm doing. Ik vouw hem even naar achter, dan kun je zien wat ik doe. En dan knip je dus zo hem schuin in. En dat doe je ook. Bij deze. Dat is alles. En dan ziet je er zo uit. And this is what it looks like. Then, first I'm going to put some tear and tape on my glue flaps. And let me put my stamps over there. Even mijn stempels een beetje wegschuiven. There's still ink on them and I don't want them to touch my paper. Er zit nog inkt op en ik wil niet dat ze mijn papier raken. Dus tear and tape op de plakflap hier. This is your glue flap, so this is where you put the tear and tape. You also put some along these two edges. Je zet ook een stukje op deze twee zijkantjes. These are the side of the box. And this one is going to be the front. Dit wordt de voorkant. Op de achterkant hiervan zet ik ook wat tear and tape. And on the back of that one I also put some tear and tape to
towards the edge. Aan de rand, zo. Even aanduwen met je vouwbeen. Press down with your bone folder. So this is ready for the time being. First I'm going to show you how to make the handles. And you have the strips and you have your ribbon. Je hebt die stripjes en het lint. Ik pak even mijn siliconenmatje erbij. I'm getting my silicone craft sheet out. And I'm just using my Seal Plus. Ik gebruik gewoon de Seal Plus en ik zet dan zo daar plak op. En dan plak ik mijn lintje erop. Niet helemaal aan de rand. Not quite as far as the edge. And there as well. Okay. Then the other strip. Ga ik twee keer overheen. I'm putting two strips of the Seal Plus down. Because I want to make sure that it adheres well. Ik wil er zeker van zijn dat het goed vastplakt. En die plak ik dan zo een beetje naar achteren vouwen. En die plak ik dan zo netjes op elkaar. And I attach those on top of each other. Give a good press. I'll show you again. So, your Seal Plus. You could also use your tear and tape if you wanted to. Je zou ook je tear and tape kunnen gebruiken als je dat wilt. Zo, een beetje naar binnen. Lintje erop. Dus niet helemaal aan de zijkant. Not quite as far as the edge. And then again there. Twee strookjes Seal Plus erop. Soms steekt er eentje een beetje uit. Sometimes one just sticks out or just fold it inward. Die vouw ik gewoon naar binnen toe. Ah, en hier moet ik nog een klein stukje erbij zetten. I'm going to put down just a tiny bit there. That's better. Make sure no glue is sticking out. Dat er geen lijm aan de buitenkant uitsteekt. En dan zet je ze zo netjes op elkaar vast. And you adhere those two on top of each other. And then these can go in your bag. En deze plak je dan gewoon in je tasje. En ik doe dat eerst met één. I do it with one first for the middle panel. I leave that one because this is going to fold over. Ik laat even die ene, want deze vouwt er zo naar binnen. En dan, dat haal je dan net niet. Kijk dan. Dus het hand wat je moet over die plakflap heen. You want your handle on top of the glue flap. So I'm not attaching this one yet. I'll keep it when I've adhered the box together. Now then, all I have to do is, again, put some Seal Plus on here. Zet wat Seal Plus op. En dat zet ik dan zo een beetje in het midden. Just in the middle and slightly under the edge. In the middle and in het midden en een klein beetje onder de rand. Nou, dan zet ik eerst mijn doosje even in elkaar. Daarvoor vouw ik het dubbel. To put the box together, I just fold over the side. I remove the tape and then fold over that edge. Vouw ik die kant er overheen. Kijk, en dan zit hij vast. De bodem laat ik nog even. I don't do the bottom as yet. Because it's easier for me to, when it's flexible, wanneer hij nog een beetje flexibel is. Het is makkelijker om dat handvatje vast te plakken. It's easier to attach your handle, so this should be enough glue. And again, I'm taking my tweezers out now. It's easier to manipulate then. Pak er even mijn. En dan kijken we ook weer dat ik het in het midden heb zitten. In de middel en een beetje onder de rand. Kijk, en dan doe je hem goed aan. Press down well. And now you can see that your handle is over the glue flap. Nu kun je zien dat het handvatje net over die plakflap zit. Nou, dan kan je hem nog naar binnen vouwen. You can fold that one any way you want. Now then, you could leave this stored flat. Je kunt deze ook nog plat bewaren als je dat wilt. En dan kun je de bodem in elkaar zetten op het moment dat je het nodig hebt. And you can attach the bottom the moment you need it.
all you need do then is remove the tape and push down the back and then the front, and you have your put your box together. Ik laat hem even zo. I'm going to leave it flat because I can use it then for somebody else. And of course you can attach a ribbon. Je kan er nog een leuk lintje aan maken, een strikje moet ik zeggen. I meant to say a bow. I'm going to do that, show you. Where's my ribbon? Where was my lint? There's a bit of a mess on my desk right now. Beetje troep op mijn... Oh, die heb ik vast gevonden. I found that one. Ah, here it is. Okay, so. Ribbon. Een konijnenoortje. En een konijnenoortje. So. Bunny ears. She said optimistically. Zij is optimistisch. Even opnieuw. Zo. Dan doe ik de linker over de rechter. I put the left one over the right. Pull it through. Haal hem er doorheen. En ik laat hem los. I just let go. Pull tight and then turn it over again. And now you can manipulate. Nu kun je gewoon nog net zoveel schuiven als je wilt. You can make the loops as long as you like. And then, when you're happy, you just cut off the ends. Let me put this one back. Zo, en die zet ik dan op met een mini glue dot. Here we go, the mini glue dots. I just look which is the prettiest side of my ribbon and I like that one most. So this is going to be the front, dat wordt mijn voorkantje. Ik kijk gewoon welke kant van mijn strikje ik het mooiste vind. Kijk, dat glue dotje zit erop. The glue dot is on now. I have to use the right bag, which is the front. This is the front. So, in the middle, there. And I can store this flat. Ik zal je nog even het doosje laten zien dat af is. I'll show you the box, which is completed. And of course, the little card met het kleine kaartje. Dat je gewoon aanhakt met wat baker's twine, which you attach with just some baker's twine. Punch a hole there, gaatje erin, touwtje erdoor, en dan hang je hem eraan. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. I'll see you next time. Bye bye.